Deze afleveringen zijn onderdeel van livestreams. Zo kan het over onderwerpen gaan van een tijdje geleden. Wil je live meekijken of de video's volgen en vooruitkijken? Ga dan naar twitch.tv/spooky1611. Oké. Slagveer is een star player ook geworden. Dat betekent wel dat Slagveer interessanter is om te gaan spelen. Want als jij een sterspeler bent en ik speel jou, dan krijg je een fan-favorite bonus. En ook weer betere dingen. En er is weer een nieuwe scout player. We krijgen ook meer gate receipts. Dat betekent dat er meer mensen naar de wedstrijden van Emmen komen. Dat is wel leuk, dat er meer mensen naar de wedstrijden van Emmen zijn gekomen. Waarschijnlijk voor die wedstrijd tegen Ajax. En dan zien wij dat Henderson is gefaald, die keeper. Maar dat de scout wel weer iets heeft gevonden. Maar bij Bolster Weak Spots. En dat is dus een nieuwe keeper. En dat is deze guy van OB. 25-jarige Ivoriaan, 1,93. Dat is niks. Dat is niks. We wachten nog even. 70 pounds to watch that. To watch fucking James Milner, mate. Oké, die zijn allemaal uit vorm, maar niet heel erg uit vorm. En Slagveer die zorgt niet voor een chemistry boost. Dan is het gewoon puur voor de... Hoe zeg je dat? Niemeyer kan ook nog beter worden. Dat is ook nog een ding. En Moussa niet. Dat is ook nog een dingetje. Niemeyer gaat er wel weer in. Ook al hebben we anders 70 chemistry. Graafschap staat ook onderaan. Deze moeten we ook winnen. Ik ga hem zo spelen. Oké. Heel veel spelers hebben we nu bij Emmen die beginnen met een A. Als voornaam. Die hebben we allemaal in ons team. En dat is echt heel grappig. Ik denk dat als ik dit op YouTube zet, dat ik gecopyright word voor Eredivisie materiaal of zo. Dan denken ze dat het te realistisch is. De Graafschap! Wij gaan winnen, zet hem op, samen staan we sterk, alle clichés... Hebben ze er weer staan. In ieder geval, het is een uitwedstrijd. Een uitwedstrijdje. Tegen de Graafschap. Wat is dit voor lange dribbel? Wat de hel? Ga je ook nog pasen? Oh ja, dat doet hij. Maar geen goeie. Scherpe kop erbij. Oké. Oeh, dat was niet zo chill. Dit ook niet. Even weg ermee. M. De Leeuw. Ja, zo verlies je van dit soort ploegen en zo win je van Ajax. Ja. En dat was dan al de eerste kans van de Graafschap. Ja, in real life zo verlies je van Feyenoord met dikke cijfers. En zo win je van Real Madrid en Juventus. Ja, het gebeurt allemaal. Het gebeurt allemaal. Je ziet wel meer rode dan blauwe shirts. Ondanks dat het een uitwedstrijd is. Nee, dat zijn allemaal lege rode stoeltjes. Oh, hahaha. Dit snap ik hem pas echt goed, sorry. I'm stupid. Oh, dat is echt een leuke burn. That's a burn. Ja! Hij gaat erin! Het is De Leeuw! Emmen met een vroeg 1-0 dankzij De Leeuw. Het was een beetje een scramble. Iedereen denkt dat Ajax wint, maar pas op hoor. Oh, ja.
Maar het, ik hoop ook dat mensen niet denken van ja, dat moet nu wel makkelijk lukken of zo, weet je, want dat slaat nergens op. Dat die formatie die net werd gedeeld van Tottenham, die is echt OP. Die zou Ajax helemaal kapot kunnen maken. Maar het wordt wel spannend. Het wordt wel een interessante wedstrijd. Het zou toch geweldig zijn als wij Ajax, als we een Nederlands ploeg in de finale hebben. Oh, tussen de beentjes van de keeper! Tussen de beentjes van de keeper. Het is incredible. En de Leeuw die doet misschien wel iets te arrogant. Dat kan een karma worden. Ik heb geen slagveer erin dit keer. Vorige wedstrijd wel. Een 1-0 voorsprong van Emmen. Een beetje een scramble goal, maar hij gaat er wel in. Dat is een heel realistische doelpunt eigenlijk. Oh, Bakker moet oppassen. Die doet het niet zo lekker soms, Bakker. En dan hebben we nu Kaflan. Ja, Kaflan kan het best gewoon door. Maar moet toch even terug. Acceleratie daar. Oh, wordt binnengehouden. Ik hoopte dus gewoon op een ingooi, want ik had niet echt een mooie aansluiting. Bijl, goed gedaan. Van Bijl. Abena. Anko Jansen. Banning. Bijl, Banning. Mooi. Goed ertussenuit. Banning. De Leeuw. It's too much. Paasje was te zacht. Te onaccuraat. Zo. Hoog balletje hier bij de Graafschap. Paasje gaat er goed langs hoor. Bij het spel werd een beetje omgeven door mij. Maar het schieten. Je ziet nu ook een beetje dat deze spelers weer wat minder kunnen schieten bij de Graafschap. En dat we daardoor ook wel weer wat geluk hebben. Zij ook allemaal wat trager. Schieten allemaal wat minder krachtig. Het ziet er een beetje naar uit als Emmen, zeg maar, hoe hun spelen. Qua abilities van de spelers. Mooie hoge bal hier ook. Bijl. Weg ermee met Niemeyer. Die er ook zelf nog achteraan gaat. Kijken of hij hem nog binnen kan houden. Dat kan hij niet. Probeert het wel, maar kan hij niet. Oh jongens, ik voel wel echt elke keer die spanning met deze manager. Wow, een mooie volley. Maar Scherpen komt daar makkelijk bij. En die gaat hem even heel ver poeieren met een dikke high punt. En dat is wel heel ver, ja. Die kopbal die is ook helemaal niet accuraat. Kamara kan daar nog een beetje voor gevaar zorgen? Nee. Jammer dat de Leeuw zo traag is, want hij is best wel goed eigenlijk. Hier is Banning. Hier is de Leeuw. Dit is helaas net een beetje aanvalstoppend. En wat een tackle. Oh, zag die tackle dan. Kaflan, Niemeyer. Die nog jong is. Die nog wat beter kan worden. En Kaflan. Voorzetje is veel te scherp, maar pas op, zou je zeggen. Wordt even weggepoeierd. Gronsveld kan hem weer hebben. Come on. Dan komt daar de sandwich. En dat is een overtreding. Goed uitgelokt door Anko Jansen. Even een waarschuwingje van de scheidsrechter hero. Anko Jansen stond daar. Kwamen twee mannen van rechts en van links. Ja, dat is ook net niet goed bij de bal. Hoor ik nou boeren? En nu loopt het publiek ook weer te fluiten. Weer een overtreding. De Graafschap vindt het niet fijn. Ze willen dit niet hoor. Superboer hè. Is dat hun nickname? Van de Graafschap? Ik volg geen Eredivisie. Ik weet het allemaal niet. Oef. Dat is wel een gele kaart. Sowieso. Oké. Wordt weggehaald. Wordt weer weggehaald. Gronsveld heeft hem alleen weer. Balletje naar de Leeuw. Wordt weer weggehaald. Niemeyer komt ervoor. Anko Jansen met een volley. Banning. De Leeuw. De Leeuw probeert te schieten. Lukt net niet. En dan is daar de counter weer. Bakker heeft geen snelheid. Maar wel genoeg om deze te backtracken. Abena. Bakker. Kaflan, iets te veel die full sprint daar. Bakker komt er niet voorbij. Voorzetje kwam wel, maar niet accuraat.
Bannink. De Leeuw wordt weer onderuit gehaald. Maar Niemeyer is er nu. Niemeyer naar Bannink. Bannink is op zoek. Anko Jansen, Gronsveld, is ook op zoek. 0 minuten komen erbij. En dan is het afgelopen. De eerste helft is afgelopen. Het is 1-0 dankzij een scramble goal van De Leeuw. Kan Emmen hun winst voortzetten of komt de Graafschap terug? Realistische partijtjes. Ziet er heel cool uit. Ja, De Leeuw heeft wel gescoord, dus die moet ik eigenlijk wel erin laten. Die moet ik eigenlijk wel erin halen. En ik vind dat Niemeyer ook goed speelt. Bannink eruit voor Bos. Die Bos moeten we wat beter inspelen. Oké. Tweede helft is begonnen en er is één wijziging bij Emmen. Bos is erin. Henk Bos is erin voor Bannink. Gronsveld. Oh, net even niet de ruimte in daar. Benja heeft die goed. Anko Jansen kan die weer opvangen. En daar is Kaflan. Kaflan met een balletje naar Kamara. Kamara heeft snelheid. Helaas, geen enkele persoon die zich aanbiedt. Letterlijk geen enkele vrij. Dus Kamara probeert wat. Maar loopt een beetje te schreeuwen dat niemand zich echt vrij speelde daar. Goed 1-2 Chiro hoor. En daar is Abenya. Die weet hem daar weer goed weg te krijgen. De Graafschap kijkt. Dribbelt. Probeert. Gronsveld. Kan hij daarbij? Daar kan hij. Maar moet wel een corner weggeven. Belangrijke corner voor de Graafschap. Een korte corner voor de Graafschap. Een paas. Een aanname. En een schot van heel ver. Maar het is Kjell Scherpen. Die hem houdt. Leuk man. AI die ook van ver schiet. Oeh, dit is weer niet zo goed. Zo blijft de Graafschap de druk erop houden. Dat is niet zo goed. Hoog balletje. Komt er goed tussen. Abenya heeft hem via een hele rare manier. En hier is Bos. Met De Leeuw. Net iets te laat. Hij moest hem ook echt aannemen. Kamara. En dan. Gelukkig geen goede aanname van de nummer 10. Wordt nog wel weggestuurd, maar daar is een interception. En hier is Niemeyer. Naar Anko Jansen. Naar De Leeuw. Naar Jansen. Weer terug naar De Leeuw. Niemeyer draait goed. Kamara kan die dribbel doen, maar komt er eigenlijk te laat. Geweldige tackle. Wordt perfect door ingezien. Bijl met een kopbal. Bos komt daar niet in de buurt. Dan kunnen ze het een beetje uitproberen te spelen. En dat doen ze ook. Druk wordt er wel opgehouden door Emmen. Wat een run van de back. Gronsveld kan hem intercepten. Foutje daar van de Graafschap. Er is alleen totaal geen ruimte meer. Voor Emmen. Kaflan moet even terug. Wordt nu veel druk gezet door de Graafschap. Hier is Kaflan. Kamara, daar moest hij ook naartoe. De Leeuw. Anko Jansen met een fake shot. Gaat naar Bos. Bos! Oh, het zou toch zo mooi zijn als Bos hem daar keihard in de kruising had geschoten. Slechte aanname, maar hij heeft hem nog wel. Niemeyer probeert erbij te komen. Lukt niet helemaal lekker. Dit is wel heel erg mooi. Kan Kaflan daarbij komen? Kan Kaflan daarbij komen? Wordt goed gedribbeld hier. Heen en weer. Wordt wel tegengehouden door Niemeyer. Die lekker lang is. 1,86. Wel weer een corner.
En Bakker komt erin voor El Yepli bij de Graafschap. En daar is dan een goede corner. Niemeyer weet hem weg te koppen. Randje 16 staat nog iemand. Maar dan is het toch klaar. De Leeuw. Is hem alweer kwijt. Helaas heeft hij te weinig snelheid en te weinig dribbling om kleine tikjes te doen. En dan heb je een groot probleem. Hier is Abenya. Naar De Leeuw. Hey, liefje. Hallo. En daar hebben we Niemeyer. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Een hoogballetje, Niemeyer komt er niet bij. Maar Kjell Scherp is lang genoeg. Oh, lekker. Dat is wel fijn hoor. Dat iemand dan zo lang is. Yo, wat? Echt, iedereen loopt terug. Anko Jansen ook, die loopt veel te ver terug. Waardoor je gewoon niet kan connecten. Je kan het beste hier gewoon voetballen. Niemeyer. Er gebeurt heel weinig. Bijl komt er ook niet tussen. Daar is de laatste kans. Dat was de laatste kans. Emmen pakt de 3 punten bij de Graafschap door een 1-0 van De Leeuw. En dat was een fijn doelpunt om te hebben. Die 3 punten zijn gewenst. Oeh. Ik vond wel dat Bos een basisplaats had verdiend. Maar ja. Ja, Banning ook. Die heeft ook zoveel doelpunten gemaakt. Zoveel belangrijk al in dit seizoen. Bij het begin. Dus ja. Zou beide wel een basisplaats verdienen. En Scherpen krijgt 7,5. Dat is leuk. Oeh. Ja, ik denk dat het ook een beetje wennen is, Juri. Denk ik ook. Een mini beetje wonky, maar ook een beetje gewenning. Want keepers bij FIFA, als ik terug ga naar FIFA, dat is dan ook weer heel anders. Maar ook niet per se realistisch. Ook gewoon even raar dan, zeg maar. Dat werkt dan weer heel anders. Qua gevoel. Ik speel zelf, Ripley. Ik speel zelf, ja. Ik speel wel zelf, maar ik probeer wel in verhaallijnvorm echt te doen. Want ik ben gewoon een manager van een ploeg. En deze manager mode wordt meerdere seizoenen. En dan gaan we ook naar andere ploegen. Wie weet krijg ik wel een topclub ineens die ik moet leiden, weet je wel. In plaats van waar je normaal altijd meerdere seizoenen gewoon 1 team naar de top brengt. Wat ik heel vaak doe. Plus het is een challenge mode. Dat betekent dat je ook snel ontslagen kan worden. Slagveersen overal gaat omhoog. Dat betekent dat hij nog beter wordt. Is hij dan zo jong? Dat ik eigenlijk slagveer erin moet doen. Want ze overal gaat omhoog. Ik krijg een managerpositie weer geofferd bij het team Yenisei. Ik weet niet wat voor team dat is. Maar daar mag ik ook voetballen. Hey Rickert, je bent ontslagen, kut. Yenisei. Is dat Rusland? Ja, Rusland is dat. Oh. Ex-Ribbly zegt, ik vind niet dat je heel erg goed bent. Nou, dat kan. Dat kan. Je zou mijn stats eens moeten zien online. En wat mensen ervan vinden. Maar sowieso speel ik hier minder goed. Omdat ik het meer in verhaallijn vorm doe. Andere camera, enzovoort. Because we are making a story. Noble, Helder Guedes en Achbonlauer. Yo! Achbonlauer! Amazing. Achbonlauer was altijd super snel. En nu heeft hij 80 speed, 79 explosive power. RIP. Yenisei staat laatst in de Premier League. Echt? Oeh. Ik weet niet of ik dat wil. Ik denk dat ik dat niet wil. Maar we moeten nu tegen Excelsior. Ja, ik snapte dat je in real life bedoelde. Hey, Niemeyer, die gaat er nog een keer in. Ik speel zelf geen 44 kutspel, maar heb het wel ooit gespeeld. Nou ja, dan ga je al de fout in. Dit is geen FIFA. Maar ik snap ook wel dat je hier komt om te trollen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Slagveer is 25. Ah, vandaar. Vandaar.
Dan wil ik hem wel nog een keer gebruiken. Anko Jansen krijgt rust. Dan kan hij er later in namelijk. Dan heb ik iemand die heel goed is die er later in kan. Dat is fijn. Dat is pretty fijn. Alright, maar we moeten deze ook winnen. Als we deze ook winnen... Ja! Dan maken we echt grote stappen. De Timo emote. Oh, geweldig. Jullie zijn geweldig. Yo, dit is echt de ultieme troll flashmob hier zo. Deze chat. Ja, je hebt echt. Je speelt echt heel slecht, maar ik heb al een tijdje FIFA niet gespeeld. De Leeuw probeert er langs te komen. En doet dat lekker hoor. Corner meteen. Voelt meteen lekker. De aanval bij Emme. Kaflan. Nou, Bijl. Blijft hangen. Wordt weggehaald. Niemand bij randje? Nee, niemand bij randje. En hier kunnen we goed tussen zitten. Gronsveld. Meteen naar Banning. De Leeuw. Net niet de snelheid. Afval aan de bal gaat daar bijna tegen zijn bakkes. En Bakker. Oh, oké. Okay. Oh, mooi 1-2'tje. Excelsior. Gaan ze ermee vandoor. Wat een run. Wat een run. Hoog balletje was echt sneaky. Wat? Dat heb ik ook nog nooit eerder gezien. Dat ze dat doen. Camara. De Leeuw. Mooi balletje naar Kaflan. Nogmaals Camara. Camara, 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 Camara! Excelsior gives the gap en Camara weet eindelijk een keer te scoren. En wat voor goal. Heerlijke goal in de hoek. Eindelijk een mooie longshot van Camara. Ja, lekker hoor. Kijk, je ziet dat ze hier centraal dekken en nou, dat is best wel van heel erg ver. Dat is een lekker goaltje. Hoho! Ons team begint steeds beter te voetballen, maar krijgt natuurlijk ook een steeds betere teamgeest. En dan bewegen ze ook gewoon beter. Hoe meer je met de speler speelt, hoe beter. Plus, als iemand een teamrol krijgt, dan boost je team weer. En wordt die weer beter. Wat natuurlijk vet realistisch is in de zin van, soms heb je ook gewoon mensen met status nodig in je team. En dat zorgt ervoor dat je ook niet alleen maar een team vol met jonkies bouwt. Want ja, als je ook die oudjes hebt, dan heb je gewoon veel minder last en moeite. Die dan echt... Al heb je een oud legende, zeg maar, die nog heel slecht nu is. Dan boost die hele team in dit spel. En dat is leuk. Dat geeft hun ook weer wat meer nut. De Leeuw wordt daar keihard op zijn hoofd getikt. Er moet ook een Timo knikker komen. Dan kan ik uitroepteken play Timo doen, ja. Nou, de BNL abnormal betaal jij €250. Dan zullen wij de Timo knikker aanvragen. Aan de developers. €250. Niemeyer heeft ook 68. We gaan met Niemeyer proberen. 68 vrije trap accuracy. Come on. 2-0. Keeper zit er nog net bij. Voorzetje meteen. De Leeuw. Weer de keeper. Oh, ik begin helemaal te klapperen met mijn benen, jongen, van de spanning. Ik blijf zelfs nog binnen. En hier is Niemeyer tegen iemand zijn hoofd. €250. Die schat, zie wat doe je. Ja, €250 voor je eigen balletje in dat spel. Iemand probeerde voor te komen, maar hij ging toch echt tegen het gezicht aan van iemand. Ik betaal helemaal nergens meer voor. Banning! Ja! Het is weer Banning!
En dan mag Bos nog wel een basisplaats hebben verdiend, maar Bannink blijft stabiel. Bannink blijft stabiel. Heeft natuurlijk ook de lengte, maar heeft ook de kicking power. En het schot. En hier kopt hij hem geweldig naar beneden. Hij stuit bijna gewoon boven het goal uit. Balphysics. Bannink met een kopbal. Heerlijk daar. 2-0 voor Emmen. En dat begint dan toch wel een heel stuk comfortabeler te worden. Dat we na 23 minuten een keer 2-0 voorstaan. Ik zou een opstelling met Bannink en Bos kunnen maken inderdaad. Maar ze spelen wel echt het beste op AMF. Want Bos heb ik een paar keer op RMF gezet. Zou ik twee AMS moeten spelen. Maar we willen ook die flankspelers behouden. Met Anko Jansen of Slagveer en Kamara op de flank. Dan zou ik geen spits moeten spelen. Nee. Zag je dat? Eén iemand die rende in en hun gingen allemaal shiften naar die gozer. En dan kan je zo meeshiften. Terwijl Kamara hier heel mooi langs gaat. No. Oh, 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 oh. De keeper moet daar wel nog even op reageren. En dan gaat het helemaal fout. Het gaat daar bijna helemaal fout. Want ze raken in de war met elkaar. Oi, 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 oi. Kamara die deed daar hele mooie jinx. Maar Kamara die speelt ook heel goed. Ben blij dat we die hebben. Grotsveld, veel ruimte hier. Bannink naar Niemeyer, 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 Niemeyer met een schot. Er zat wel lekker veel drive achter, maar hij hield hem niet laag. Nee, 4-1, 4-1, dan hebben we te weinig mensen die randje 16 tegenhouden. Dan is dat constant daar veel te veel vrijheid. We hebben wel echt twee DMF, CMF's nodig. Als we daar alleen maar centraal, zeg maar, achter die linie van AMF's, LMF's, RMF's, bio hebben, not gonna go well. Dat zou wel goed werken als je iemand met snelheid hebt. Zo'n ankerman met snelheid. Dan kan hij dat wel dichtlopen, zeg maar, weet je wel. Maar anders wordt het too much. Terwijl Slagveer hier bijna met een goede kopbal komt. Niemeyer heeft hem daar bijna. Maar Bijl die heeft geen snelheid, dus ja, je hebt sowieso die stabiliteit nodig. Helemaal omdat onze player stats zo laag zijn. Goed geprobeerd, maar Excelsior komt er maar niet aan. Slagveer heeft weer de ruimte. Bannink heeft ook ruimte. Bannink mag door. Bannink mag zo lang door, maar schiet hem over. Dit had echt een 3-0 moeten zijn. Jezus. Als Tottenham 5-4-1 gaat spelen, hoe kom je daar ooit doorheen? Ja, Tottenham is altijd moeilijk om doorheen te komen. En die doen echt sneaky counters. Dat zag ik. Ik had hun vorige wedstrijd gezien. Ook met Llorente in de spits. En dat is echt zo freaking dangerous. Ik denk dat Ajax zich daar best wel makkelijk in kan verslikken. Maar ik hoop het natuurlijk niet. Want Ajax in de finale zou amazing zijn. Maar dit is meteen ook de belangrijkste wedstrijd, vind ik. Omdat ze meteen thuis spelen? Uitspelen? Ik ben even in de war nu. Uitspelen ze nu, toch? Terwijl Niemeyer ook weer kan schieten. Ja, uit. Ja, terwijl ze dus bijvoorbeeld bij Real Madrid eerst thuis speelden. En bij Juventus ook eerst thuis speelden. En thuis, in de Johan Cruijff Arena, dan merkte je dat ze dus die stabiliteit vonden. En ook weinig goals tegenlaten. En dat konden ze dan heel snel, ja, uit konden ze dat heel snel weer afwerken, weet je wel. Terwijl je nu eigenlijk meteen bij dit uitduel, je zou nu gewoon veel goals moeten maken. Want anders dan als, zeg maar, het thuisduel helemaal uit de hand loopt en Tottenham scoort een paar keer, dan heb je nooit meer dat voordeel. En dat merk je altijd heel veel met dat uitmarsje. En dat heeft Ajax nu twee keer gehad met Madrid en Juventus. Juventus die maakt dan wel deed het thuis bij Ajax goed. Maar niet te veel goed, zeg maar. Dat ze helemaal eroverheen lopen. En dan als Ajax dan één keer scoort, terwijl Bannink gewoon weer een doelpunt maakt, die wordt gewoon niet gedekt door Excelsior. Dan heeft Ajax gewoon helemaal dat uitvoordeel al weggehaald. En dan weet je gewoon dat is ook gewoon iets mentaals. Dat in the heat of the moment, dat de rest van het duels, van de duels, zit in je voordeel. En dat is zo fijn.
Dus ik vind dit de belangrijkste wedstrijd. Daarom vind ik dit de belangrijkste wedstrijd, dat Ajax meteen ook gewoon goals moet maken. Uitgoals moet maken. Want anders heeft Tottenham zo snel een uitvoordeel en dan wordt het alleen maar moeilijker. Banning. Blijf maar scoren. En daar had hij bijna heel mooi de bal. Niemeyer, oh, mooi 1-2'tje. Nu gaan hun natuurlijk steeds aanvallender spelen. Dus nu moeten we even dat goed kunnen opvangen. Hoog balletje. Wordt gekopt, maar niet on target. Nu moet je gewoon even VA proberen. Nee. Kunnen we echt niet doen. Dan verandert de hele team spirit weer. En dan spelen we te aanvallend. Omdat hun al aanvallend spelen, schieten we onszelf in de voet. Juist nu zou dat niet moeten. Dan moeten ze ook allemaal weer aanleren, hè, nieuwe formaties. Dat betekent dat gewoon alles helemaal weer in duigen valt. We zetten gewoon Jurgen Ekkelenkamp in. Als die weer gaat voetballen, nou echt geweldig. Dat was zo geweldig. Een random volksheld. Niemeyer de Leeuw, bijna met Banning. Mooi 1-2'tje. Bijl. Is zie je, ze proberen nu die lange bal te doen. Not gonna work. Oh, hij had hem al door. Dit keer had hij hem al door. Ik heb hem een paar keer gedaan en nu zie je dat die LB dat al probeert. Dat, ah. Oh. Ik deed te veel van hetzelfde elke keer. Nu anticipeert hij erop, die speler. Houdt hij binnen. Die gaat uit. Mooi. 0-2 vanavond en in Amsterdam 8-1 spelen. Oh, 2-0 voorsprong met 2 uitdoelpunten zou fantastisch zijn natuurlijk. Hoogballetje. Bij Excelsior. Gronsveld. Slagveer. Maar dan we zo praten over het Champions League duel Ajax-Tottenham. Terwijl ik dit dan mogelijk over een maand kan uploaden op YouTube. Hallo YouTube, als dit geüpload wordt. Dat is dus heel raar. En waarom ik dat niet vaak archiveer en upload. Dat iemand dan lekker op zijn gemakje zit te kijken ergens in mei. En dan praten we over, wat spannend hè, die wedstrijd Tottenham-Ajax. Constant. Daar ben ik veel eentonig in met dan afleveringen, maar dat moet dan veel gestroomlijnder qua de discussies. Dat moet dan meer een let's play worden. Bijl. Hij liep wel, maar daar zat echt een milliseconde aan timing. En hier ook een milliseconde aan timing. Bijl komt weer terug. Niemeyer. Abena. Kan hij nog backtracken of wordt er geschoten? Ah, hij duurt wat lang. Verkeerde. Bijl heeft hem. Niemeyer speelt echt stabiel, by the way. Banning. Heeft hem. Toch terug. Geweldig schot van de Leeuw. Onze beste finisher. Ja, inderdaad, Jordi Games. Ja, maar dat was even gewoon een bijgedachte van mij, hoor. Waarom ik mezelf soms daarin tegenhoud. Omdat het gewoon zo raar is. Maar dat is wel weer ook weer het leuke aan Twitch. Dat het allemaal wat losser kan. Gewoon leuke discussies over alle onderwerpen. Alleen dan zit ik daar weer mee. Het is gewoon allemaal anders. Op ons 10-jarige bestaan van het kanaal Spooky Sessie Delft op YouTube. 10 jaar. Hé, maar je bent al 12 jaar nu op YouTube. Banning. Niemeyer. Oh, kon er net niet tussendoor. We kunnen hier nog meer van maken. Goed voor het doelsaldo. Of zij scoren, want zij staan wel heel erg naar voren met z'n allen. Mooi balletje hoor. Maar niet mooi genoeg.
De Leeuw. Wordt teruggekomen naar de keeper. Achtentachtigste minuut. Alles is bijna ten einde. Geen wissels gedaan. Maar dat komt omdat ik het eigenlijk gewoon wel zo fijn even vind staan hier tegen Excelsior. De goede type spelers. Terwijl Banning of Niemeyer hier een kans krijgt. Keeper heeft hem nog maar net. Oei, oei, oei. Wel leuk, die Eredivisie cornervlaggen. Ziet er echt heel cool uit. Nou ja, Banning keer 3. Of Abeya? Nou, Excelsior heeft echt een probleem bij die corners. Het is zo makkelijk, die corners. Maar onze Abeya, onze aankoop. Mijn allereerste aankoop als manager, toch? Volgens mij mijn tweede. Mijn tweede aankoop als manager. Die scoort alweer. Drie corners gewoon. 4-0 zegt het voort. Nien Kemper weet Emmen goed te laten voetballen hier. De manager in zijn allereerste rookiejaar. Zijn rookie-managerjaar. Weet het wel leuk te doen hier met Emmen. Twee keer Banning. 4-0, mijn grootste uitslag tot nu toe. Die voelt dan weer goed. En dat na twee keer verliezen. Hè? En dan ineens van Ajax winnen met 3-1. En hier zo Emmen Excelsior 4-0. 7,5 van Banning. 7 voor Kamara. 7 voor Kavlan. 7 voor Abeya. Dat is heel mooi. Mijn eerste video wat ik van hem zag was Dead Island. Nice. SimCity 2012. Ja, dat was ook wel een leuke game, Jordi. Wel een hele buggy game. Emmen wint met 4-0. Feyenoord 1-0 de Graafschap. Fortuna Sittard 4-0 AZ. Ajax 2-0 tegen Groningen. PSV 4-1 tegen ADO Den Haag. NAC Breda 2-0 tegen Vitesse. VVV 2-0 tegen Heracles. Utrecht 0-0 Zwolle. En Willem 2, die verliest dik van Heerenveen. Dit zorgt ervoor dat wij op de 8e plek staan. Want wij hebben een beter doelsaldo dan ADO Den Haag. Die een doelsaldo van 0 heeft. AZ heeft hetzelfde doelsaldo als ons bijna. En PEC Zwolle heeft hetzelfde doelsaldo als ons. Staat allemaal heel dicht bij elkaar. We lijken mee te doen. En de top 9 lijkt haalbaar te zijn als wij zo doorgaan. Als wij zo doorgaan. Terwijl we alweer op 23 september staan. Dus zo zie je dat het best snel kan gaan. En Banning, die krijgt teamrol protégé. Dat betekent dat hij meer XP verdient per wedstrijd. En dat betekent ook dat player skills veel sneller getraind worden bij hem. En er is een nieuwe speler die de scout heeft gevonden. Ik ben dan heel erg benieuwd. Wat voor speler? Een spits. Nice. Ten eerste, hier hebben we ook weer nieuwe spelers. Otero. 34-jarige keeper. En Kim Bo-kyung. En dat is een Koreaan. Kim Bo-kyung is een Koreaan die best wel alles heel erg goed heeft. Dat die overall zo laag is, joh. Want alleen zijn heading en defensive prowess en balwinning is heel slecht. Dat is ook wel een interessante. Kim Bo-kyung, die kunnen we gewoon... Wow! Die hoeven we alleen een salaris te geven, joh. 2,5 jaar. Dat zou amazing zijn. Dat zou echt een goede toevoeging zijn, Kim Bo-kyung. Maar we hebben ook spitsen gevonden weer. Het is Yildirim dit keer die we hebben gevonden. En Yildirim is best snel. Heeft niet super goede finishing. En ook niet super goede dribbling. Dan is Helder Guedes misschien een beter iemand. Want die is ten eerste en snel. En heeft leuke balans en fysiek. En heeft een beetje jumping en heading. En heeft dan iets minder finishing, dus dat is wel een nadeel. Maar hij komt waarschijnlijk beter erin voor. Balcontrol dribbling is dan wel iets laag. Stamina is goed, vorm is redelijk. Dit zou dan wel een guy kunnen zijn waar we het mee zouden kunnen. En Zeturbo. Oh. 22 jaar, 1,88. Dikke turbo. Oh my god, wie niet? This free agent. Zullen we hem gewoon 327.000 bieden? ...346.000. 91% kans dat we hem signen. Doe maar. En een winbonus. Een winbonus van 1000. Nee, van 900 per win. €900 per winst.
98% kans dat we hem signen. Die wil ik. En daar wil ik zeker van zijn. Dat is de spits voor de tweede helft van het seizoen. Hij heeft zelfs al een beetje jumping en heading. What the fuck? Zet turbo, jongen. Yo, open zet turbo. Hij kan nog iets beter worden. Hij heeft nog 3 jaar ongeveer dat hij developed echt goed. Hij is linkspoot. Hij heeft zelfs player skills. That's the one. Zet turbo is the one. The one is zet turbo. Maar de transferperiode is very, very soon. Dat is over 2 wedstrijden. Over 2 wedstrijden is de transferperiode er. Maar ik moet bijna eten, dus dat was hem voor vandaag. Of in ieder geval voor deze aflevering. Ik